De Federatie van Afleggers start vrijdag met een vaccinatiecampagne met als thema Wanspoti Nosari. Dit zegt waarnemend voorzitter van de federatie, Gerold Eingart, die samen met bestuurslid Marcel Westerveld de gast was in het actualiteitenprogramma In Gesprek Met. De campagne is bedoeld voor alle afleggers in Suriname en wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en het BOG. Eingart zegt dat uit onderzoek is gebleken dat afleggers tijdens het uitoefenen van hun werk het risico lopen om besmet te raken of ziek te worden met de dood als gevolg. Een hepatitis B-vaccinatie zou voor dit probleem een goede geneesmethode zijn. Elke aflegger moet zich in totaal 3 keren laten prikken om voor 10 jaren beschermd te zijn. Eingart roept alle 40 geregistreerde afleggersverenigingen op om hun leden aan te sporen zich te laten vaccineren. Ook op de niet geregistreerden doet hij een beroep zich te laten prikken. Je moet een pasje krijgen dat je tegen hepatitis bent gevaccineerd. Oh, okay. En daar zorgt de BOG en de federatie voor. Mm-hmm. Dus we gaan je naam nodig hebben en je geboortedatum. Want dit is de eerste prik. Mm-hmm. Deze campagne gaat door. Mm-hmm. One prik Nosari. Oh. We hebben drie prikken. Dan ben je helemaal veilig. Brata. Dus we gaan door. Daarom die registratie. Daarom die registratie. Zodat je over een maand. Of over 6 maanden, over een maand krijg je de volgende prik. En over 6 maanden krijg je weer een prik. Na deze prik mag je er zelf, want je krijgt dan een kaartje. Mag je zelf naar BOG gaan om te prikken. Dan hoef je niet meer in zo'n grote verband. Maar dan kan iedereen gaan naar BOG om zelf voor de tweede prik. Maar we gaan het volgen. Mm-hmm. We moeten het volgen om te kijken dat iedereen gegaan is voor de tweede prik. Want er zijn veel mensen die maar 1 prik hebben gehad. De eerste prikjes worden vrijdag om 9 uur gegeven in Stichting Pijl en Boog. Het BOG zal eerst een presentatie geven over hoe afleggers besmet kunnen raken bij de uitoefening van hun beroep. Eingart vindt dat ook politieagenten, brandweermannen en militairen zich moeten laten vaccineren. Politie, kom kijken. Brandweer, kom kijken. Militairen. Kom kijken, het zijn de mensen die het eerste uur bij plaatsen aankomen. Ja. Als er rampen zijn, heb je het rampenteam die daar is. Zijn ze al gevaccineerd? De politie bij plaatsdelicten, zijn ze gevaccineerd? Brandweer gaat in huizen, mensen zijn liever verbrand. Is de brandweer gevaccineerd? Komen jullie allemaal, we roepen jullie op, ondersteun deze campagne. Lauwe hepatitis B een kop in de zand slaan, we zijn veilig. Ja. Suriname maakt zich veilig. Kijk maar wat er gebeurt in de wereld met de rampen. We gaan ondersteunen. Kom, hepatitis B moeten we als een van de groepen, een van de ziektes die de gemeenschap teistert. Dan wordt het een vuist in de grond slaan. Ja. Tot zover de waarnemend voorzitter van de Federatie van Afleggers, Gerold Eingart, over de vaccinatiecampagne ter bescherming van de afleggers in Suriname.